Dames en heren, hartelijk welkom. Ik zie nog wat lege stoelen. Degene die wil gaan zitten, die mag een stoel gebruiken. Geachte genodigde gasten en belangstellenden. Als voorzitter van Living History Groep Holland geef ik u van harte welkom op deze bijzondere dag. Een speciaal welkom voor onze veteraan John Romano en voor de militair attaché van de Amerikaanse ambassade, kolonel Bizerio. Deze ceremonie is het startpunt van een weekend vol hoogtepunten. Met als centraal thema het herdenken en herinneren van de gebeurtenissen die plaatsvonden op 17 september 1944. Om deze ceremonie een meer persoonlijk karakter te geven, hebben wij ervoor gekozen extra aandacht te schenken aan de strijders van weleer die bij dit kasteel om het leven zijn gekomen. Wij noemen daarbij Captain William G. Byrd, hoofdkwartier 501, Private First Class Robert I. Hunt, hoofdkwartier 501, en Private First Class Robert L. Penninger, B Company 501. Deze militairen van de 101ste Airborne Divisie waren de eerste die in dit gebied hun leven gaven voor de vrijheid waar wij nu allemaal van genieten. Honorable guests, attendees and interested parties. As chairman of Living History Group Holland, I warmly welcome you on this special day. A special welcome for our veterans John Primerano and for the military attaché of the American Embassy, Colonel Bizerio. Ladies and gentlemen, please rise for the arrival of the colors. Of a weekend full of highlights with the central theme commemorating and remembering the event that took place on September 17, 1944. To give this ceremony a more personal character, we have chosen to give extra attention to the former fighters that lost their lives near this castle. We mentioned Captain William G. Byrd, HQ 501, Private First Class Robert L. Penninger, B Company 501. These soldiers of the 101st Airborne Division were the first in this area who gave their lives for the freedom which we all now enjoy. I would now like to invite Jacqueline Kerkhoff, director of Heeswijk Castle, to speak a word to you. Great honor for me to welcome you here at Heeswijk Castle. A special welcome to Colonel Bizerio, United States Army Attaché at The Hague, Mr. Donkers, Alderman of the Community of Bernheze, and Mr. De Waard, former director of Heeswijk Castle. A very special welcome to the veterans, and special to you, Mr. Primerano. A very special welcome to the veterans of Operation Market Garden who came from far 86 years ago to fight for us.
Since that time, many Dutch citizens have been active in some way to keep the history of Market Garden alive. It's good that so many of them are gathered here. It demonstrates our intention not to forget what happened in those dark days and shows our never-ending gratitude towards our liberators. We are proud that our monument attributes to that and will go on telling its story to people passing by, to witness of bravery, to inform them and to challenge them to think of the best thing we have, freedom. I like to thank Carly and Marlijn Nelissen and Jos Korsten for the organization of the celebration this weekend and wish you all a very nice day. Thank you. Jaar geleden, op 17 september 1944, werd de bevrijding voor de omgeving van kasteel Heeswijk en die van de kerkdorpen Heeswijk en Dinter luchtlandingstroepen van de Amerikaanse 101e Airborne Division. De landing van het 1e bataljon van het 501e regiment bij kasteel Heeswijk behelsde bij nader inzien een foutieve dropping, want beoogd was het gebied tussen Heeswijk en Veghel. De Amerikaanse majoor aalmoezenier vader Francis Sampson landde in de slotgracht van het kasteel. Via brieven aan zijn familie in Amerika vertelde hij hoe de oorlog in Nederland gegaan was. Zo onder andere is een bewogen stukje geschiedenis bewaard gebleven, evenals door het oorlogsverslag van historicus Brigadier-generaal S.L.A. Marshall, die beschrijft dat en hoe twee militairen hier sneuvelden. Soldaat Robert Penninger en soldaat Robert Hunt en kapitein William Burt. Geachte aanwezigen, namens het gemeentebestuur van Bernhezen heet ik u allen welkom van harte in onze gemeente Bernhezen, hier ter plekke bij en in kasteel Heeswijk. Allen even welkom. Waarbij ik apart toch wil noemen de mensen van kasteel Heeswijk in de persoon van mevrouw Jacqueline Kerkhoff, met dank voor hun gastvrijheid. Het organisatiecomité Dropzone A1 Heeswijk in de persoon van de heer Carlien Nelissen. Verder speciaal wil ik ook noemen de gasten en vrijwilligers van de Living History Groep Holland en de beide auteurs van het vandaag te presenteren boek over de 101e Airborne Divisie. En als laatste, maar niet op de laatste plaats, een bijzonder welkom aan de Amerikaanse afgevaardiging in de persoon van kolonel Leo P. Buzerio, militair attaché van de Amerikaanse ambassade in Nederland. Erg fijn dat u ook aanwezig bent, hetgeen deze bijeenkomst een extra accent dimensie geeft. Oorlog, bevolking, slachtoffers.
Het meest verschrikkelijke van een oorlog is het verlies van een groot aantal mensenlevens en de verwondingen en handicaps die men eraan overhoudt, zowel lichamelijk als geestelijk. Daarnaast grijpt de vernietiging van dierbaar bezit en kostbare zaken diep aan in het leven en welzijn van mensen. Ook in en rondom Heeswijk en Dinter is veel en heftig gevochten. Naast militairen treft het noodlot van de oorlogsdood ook vele malen burgers die buiten de directe strijd staan. Groot verlies aan materieel en werkgelegenheid zijn andere zwaarwegende gevolgen. Zo ook in deze streken. In het begin van de oorlog vielen er al direct 2 burgerslachtoffers. En naast de 2 jonge mannen die in Duitse werkkampen omkwamen, verloren nog 24 andere burgers, jongeren en ouderen, uit Heeswijk, Dinter en Loosbroek het leven, zodat het totaal uitkwam op 29 personen. Ook de materiële schade was groot. Het betrof een 300 min of meer beschadigde gebouwen, waarvan 5 geheel verwoeste boerderijen. Hoewel meerdere personen uit Heeswijk, Dinter en Loosbroek gedurende de oorlogstijd in het verzet zaten en gevaarlijke opdrachten uitvoerden, vielen onder hen gelukkig geen doden en werd geen van hen gevangen genomen. Evenmin betrof dit de tientallen jonge mannen die als militair opgeroepen werden ter verdediging van ons vaderland. Alle konden ongedeerd huiswaarts keren. Daarnaast werd met gevaar voor eigen leven hier een veelvuldig onderdak en verzorging geboden aan de Joden. Ook werden in deze kerkdorpen zeker 100 onderduikers ondergebracht, hetgeen, zoals u alle weet, de nodige risico's met zich meebracht voor de gezinsleden en de buurtgenoten. Om respect te betonen aan deze 29 slachtoffers heeft een comité, bestaande uit inwoners van de parochies van Heeswijk, Dinter en Loosbroek, de namen, familiegegevens en omstandigheden van sterven van alle burgerslachtoffers uit deze kernen bijeengebracht in een boekwerk. De leden van dit comité, maar in hen en met hen vele andere inwoners, vonden en vinden het belangrijk dat die namen blijven leven en niet vervagen door de tijd. Dit boekwerk is uitgegeven tijdens de 60ste dodenherdenking op 4 mei 2005. In combinatie hiermee is er ook in 2005 een plaquette met de namen erop van onze burgerslachtoffers bij het Airborne Monument in Heeswijk geplaatst, zodat ze minstens 1 keer per jaar herinnerd worden. Zo worden op 4 mei zowel de gesneuvelden van de Airborne Divisie als de slachtoffers herdacht door inwoners uit Heeswijk, Dinter en Loosbroek, met kranslegging en vergezeld door fanfare en harmonie en gilde en afvaardiging van het gemeentebestuur dat sinds 2005 dit monument in eigendom beheert en onderhoudt. De gemeente Bernhezen hecht groot belang aan het levend houden van zowel jongeren als ouderen van deze namen uit een zeer trieste periode van onze geschiedenis. Daarom waardeer het college van burgemeesters en wethouders en het gemeentebestuur deze bijeenkomst op heden 14 september 2012, 68 jaar na dato, zijnde deze bijzondere herdenkingsceremonie. Als blijk heeft de gemeente derhalve ook een subsidie toegekend voor de activiteiten van het Wereldoorlog 2 kampement van de Living History Group Holland. Mogen velen dit kampement deze dagen bezoeken als herinnering, echter meer nog als nagedachtenis. Graag wens ik u alles namens de gemeente een in sfeer gepaste en goede middag toe. Dank u wel. Dames en heren, ladies and gentlemen, I'd like to thank you for the invitation to take part in this ceremony today. I'm truly honored. I'd like to give a special welcome to Mr. John Primorano, veteran of the 101st Airborne Division, and personally thank you for your service and for what you do.
as this ceremony this weekend is a commemoration of the events of Operation Market Garden, and more particularly here, the actions of the 101st Airborne Division. I think it's appropriate to talk a little bit about the division. And I would start with the general order that was read by General William Lee, the commander of the 101st Airborne Division, in August 1942. And what he said at the time, the 101st Airborne Division was activated on 16 August 1942 at Camp Claiborne, Louisiana. It has no history, but it has a rendezvous with destiny. And I think that that's a, it's important when we talk about the history of the 101st Airborne to remember that. Since the division was activated in 1942, it took part in Operation Overlord, here in Operation Market Garden, went to France for a rest afterwards, which wasn't as long as it should have been. And you know, well, you spent, you wintered in Belgium at the Battle of the Bulge. The division went on throughout the rest of the war, and later throughout its history, the division deployed to Vietnam in the 1990s. It had the largest, longest air mobile operation ever in Operation Desert Storm. The rest of the 1990s saw the division deployed to numerous peacekeeping operations in the Balkans. And then in 2001, it became the first conventional unit that was deployed to Afghanistan, and the division has steadily deployed ever since, with a brigade in Afghanistan on deployment. Good machine plan. General Lee went on to say, the history we shall make, the record of high achievement we hope to write in the annals of the American Army and the American people, depends wholly and completely on the men of this division. Each individual, each officer, and each enlisted man must therefore regard himself as a necessary part of a complex and powerful instrument for the overcoming of the enemies of the nation. It is therefore not too much to say that the future itself, in whose molding we expect to have our share, is in the hands of the soldiers of the 101st Airborne Division. And I would say to those of you present today, and to John, who was a member of the 101st back in 1942, the division has a history, and it still has a rendezvous with destiny. Thank you.